Reeds in de 12e eeuw werden er windmolens gebouwd in Vlaanderen. De techniek is tot op heden niet gewijzigd. In Mol waren er ooit 7 windmolens. De enige die nog overblijft is deze van ESA. De degelijke gemetste stenen constructie heeft er zeker toe bijgedragen dat onze molen zo lang heeft stand gehouden. Vandaag kan iedereen een bezoek brengen en kennis maken met de bijzondere milieuvriendelijke techniek van de windmolen. Wie de moeite doet om tot op de Luinzolder te klimmen, wordt beloond met een prachtig uitzicht op de omgeving. Is gebouwd in 1856 en toen heeft hem gedraaid tot 1957 en in 1957 is hem met de storm de kap eraf gevlogen en toen heeft hem hier staan te staan tot 1984 en toen heeft SCK en de gemeente Mol hem opgekocht en terug opgeknapt tot hem terug maalvaardig was. Nu, jij bent ook molenaar, maar molenaar van de gemeente zelfs. Molenaar van de gemeente, 1 dag in de week. Wat mij altijd geïntrigeerd heeft, die molen draait met zijn wieken tegen wijzerszin, zoals men dat noemt. Is daar een reden voor? Die reden is om de koning binnenin de molen is vezelsgewijs dat hem in elkaar draait, heeft hem meer kracht, de weerstandskracht dan dat hem andersom zou draaien. Nu, wordt er nog gemalen hier? Hier wordt nog tamelijk veel gemalen, ja. Alleen dierenvoeder wordt hier nog gemalen. Altijd, alle weken niet, maar het scheelt niet veel. En wat is nu eigenlijk het belangrijkste aan zo'n molen, aan onderhoud? Dat heel het houtwerk goed in orde blijft. Dat er geen houtmaaien of zo in komt. Dat is al meer van het bijzonderste. En wat zijn de grote gevaren? Want ik hoor dat er de kapper is afgewaaid is. De gevaren zijn de weersomstandigheden goed in de oog houden. De wolken moet je goed in de oog houden. Stapelwolken wil zeggen gevaarlijke wind. Dan moet je eigenlijk met hoge stapelwolken afzeilen. Dan begrijp ik dat je zo'n beetje de weerman waart van vroeger. Ja, niet echt de weerman, maar we hebben in die richting toch ook wel een beetje een opleiding gehad. Toch wel, ja. Hoe lang duurt zo'n opleiding? Een gans jaar. En dan na dat gans jaar moeten we nog aan onze stageperiode beginnen. 100 uren werkuren op de molen waarin dat je wilt gaan draaien. Dus hier is dan nu de windmolen en dan 20 uren voor de watermolen stage. En wat geeft je nu het meeste voldoening, Ivo? Meeste voldoening? De oudheid in stand houden, hè. Ja. Bewaren van het erfgoed eigenlijk. Zo kunt je dat ook noemen, ja.